Doelen stellen. Of ze voor werk of persoonlijk zijn, doelen doen wonderen voor je motivatie en humeur. Ze houden je scherp en dragen bij aan je persoonlijke ontwikkeling. En die ontwikkeling, daar gaan we graag voor. In deze video help ik je om in 4 stappen jouw doel op te stellen. Kom op! Sterk in je werk. De videoserie waarin we samenwerken aan jouw ontwikkeling. Met tips, voorbeelden en stappenplannen om je echt vooruit te helpen. Bedenk eerst wat je wilt. Dat klinkt simpel, maar zorg ervoor dat de doelstelling echt van jou is en niet van iemand anders. Ga bijvoorbeeld na wat je al wel kan en wat nog niet. Waarin wil jij jezelf verder ontwikkelen? Dat zijn de beginselen van mijn doel. Stap 1, check. Een heel groot lange termijn doel hebben is mooi. Maar het zorgt er ook voor dat het erg lang duurt voordat je bij het einde van je doel bent. Daarom, maak van je grote doel iets kleinere doelen. De tussenstappen. Een groot doel, zoals teamleider worden, kun je opdelen in een stappenplan. Eerst meelopen met een teamleider. Dan het voortouw nemen bij een project. En vervolgens solliciteren als teamleider. Die kleinere doelen zijn makkelijker te bereiken. Weet jij waarom de meeste mensen hun goede voornemen niet volhouden? Omdat het doel niet smart is. Maak je je doel smart, dan zul je zien dat je doel opeens veel makkelijker te halen is. Nou, wat smart doelen precies zijn, dat vertel ik je in een andere video. Wij gaan snel door naar de laatste stap. Tot slot, meet je vooruitgang. Door af en toe eens achterom te kijken, zie je hoe ver je al bent in je doel. En dat motiveert je. Loop je ergens tegenaan of is je doel veranderd? Nou, dat is zo mooi aan doelen. Je kunt ze altijd nog aanpassen of je voegt nieuwe stappen toe. Met deze vliegende start heb jij razendsnel nieuwe doelen opgesteld. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal en bekijk een van de andere video's in deze reeks. Tot snel!